Vandaag in Falcon Autumn News. Commando's schakelen kopstuk uit. De nieuwste technieken in commandocentrum en geneeskundige eenheid klaar voor oefening. Zo'n 40 militairen van het korps commandotroepen hebben gisteravond een bliksemactie uitgevoerd bij het voormalig gemeentehuis in Havelten. Hiermee beten zij de spits af voor de oefening Falcon Autumn. Doel van de actie was het uitschakelen van een belangrijk kopstuk. Dit om de tegenstander in verwarring te brengen. Het bezoek van de commando's kon rekenen op grote belangstelling van de bewoners. De actie hoort bij de voorbereidingen op de grote air assault woensdag op het TT-circuit in Assen. Deze locatie, in het scenario een denkbeeldig vliegveld, zal morgen vanaf de grond en de lucht worden aangevallen. Het kloppend hart van Falcon Autumn bevindt zich in Schaarsbergen. In dit Joint Operations Center wordt de complete operatie gemonitord en waar nodig bijgestuurd. Met zoveel militairen op de grond en in de lucht moet elk detail in het scenario kloppen. Op grote schermen zijn de verrichtingen van de eenheden 24 uur per dag live te volgen. De afstemming tussen grond- en luchteenheden, helikopters en fast movers, fixed-wing vliegtuigen is buitengewoon complex. En daarom hebben we ook een uitgebreid Joint Operations Center waarin alle specialiteiten aanwezig zijn om adequaat sturing te kunnen geven aan die operatie. Naast serieuze commandovoering wordt er in het Joint Operations Center ook volop geëxperimenteerd met de nieuwste technieken. Een bird table, vergelijkbaar met een levensgrote iPad, moet de papieren kaart in de toekomst overbodig maken. We kunnen tot op de individuele man, als die is voorzien van een locator, kunnen we volgen. En op dit moment zijn we bezig tot op niveau van een voertuig. Dus we kunnen het individuele voertuig en desnoods zijn lading kunnen volgen. En we hebben daar een paar eenvoudige kenmerken voor, zoals een treknummer en zijn kenteken. Een van de doelen van ons onderzoek en ons werk hier is ook om te kijken waar je moet stoppen met automatiseren. En de oude kaarten zijn zeker niet uit het raam gegooid. En dat gaan we ook vast niet doen. Maar we proberen wel de grenzen op te zoeken van waar kunnen we maximaal ondersteunen met de digitale techniek van vandaag. Op het moment dat een gewonde valt, krijgen wij een melding binnen. En dan horen we hoe snel de gewonde bij ons is en wat de aard van verwonding is. Wij maken ons dan gereed voor de taak hier op de hulppost. En we zorgen tegelijkertijd dat er een ziekenauto uitgaat om de gewonden op te vangen. Dat kan zijn ofwel hier op het kamp, ofwel er komt een Air Medivac aan, dus een helikopter. En de ziekenauto rijdt hem dan naar de hulppost. Daar is een arts aanwezig, dan wordt de patiënt gestabiliseerd. En uiteindelijk wordt de gewonde dan overgedragen naar de rol 2, dus een veldhospitaal. Maar tegelijkertijd staan we ook stand-by voor als er echt iets gebeurt. Bijvoorbeeld een auto rijdt hier tegen de bomen of iemand valt hier van een container af. Dan staan we dus ook stand-by om die gewonden te behandelen. De band bij ons.